Goedemiddag, mijn naam is Jos A. Vandaag ik heb een rol van de radiofunctie met aandacht voor een perforatiesensor aangetoond. Ik heb ook andere video's met meer aandacht voor de horizontale en de verticale. Hier gaan we kijken naar een perforatiesensor aangetoond. Ja. Functie is hier aangegeven. Ja. F van x is 6, dus derde, min 5 kwadraat, min 3 plus 2, tot x kwadraat, min 2. We gaan eerst ontbinden met de regel van Horner. Gaan we hier niet doen, maar kijk naar de video van de regel van Horner, hoe dat werkt met een bindende factor. Dan krijg je in de noemer 2, tel het x min 1, maal x min 1, maal 3x plus 2. In de noemer krijg je dan x plus x min 1 maal x plus 2. Dan gaan we hier zoeken welke zijn je perforatie met nulpunten en je verre asymptoten. Nulpunten van de teller zijn, als je goed kijkt, eerst de 1 tweede comma 0. Dan heb je hier 1,0 en min 2 derde comma 0. In de noemer heb je, tel de noemer, heb je de waarde 1,0 en min 2,0. Je merkt hier dat min 2 alleen telt nulpunten is van de noemer en niet van de teller. Dat is je verre asymptoot. Verre asymptoot x is gelijk aan min 2. 1 is het nulpunt van de teller en noemer, dus x is 1 is een perforatie. Ik ga zo verkeerd moet bij perforatie staan, dit is een perforatie. Dan deel met x min 1 weg, dan hou je over 2x min 1, gedeeld door 3x plus 2, gedeeld door x plus 2. Als je dan de waarde x gelijk aan 1 invult, dan krijg je, als je hoe het uitrekent, 1 maal 5 gedeeld door 3, is gelijk aan 5 derde. Dat betekent dus, ja, dit moet bij perforatie staan, sorry ervoor, dus perforatie, zal de waarde zijn 1, x is 1, y is 5 derde. Ja? Nu, wat is nu uw nulpunt? Het nulpunt zijn punten die het nulpunt van een teller, maar niet van een noemer. Het zijn op overgedragen punten zijn 1 tweede comma 0, dus een half comma 0, en min 2 derde comma 0. Ja? Nu heeft, dit is een perforatie nulpunt. Heeft dit functie een horizontale asymptoot? Graaf van teller is eentje hoger dan graaf van noemer. Je hebt geen horizontale asymptoot, maar je hebt wel een schuine asymptoot. Hoe breken je een schuine asymptoot? Doe je via de stelling, via de Euclidse deling. Kijk naar de video van de schuine asymptoot. Hier ga je gewoon de Euclidse deling uitvoeren om die te vinden. Je deelt dus 6x tot de derde min 5 kwadraat min 3x plus 2 door x kwadraat plus x kwadraat plus x min 2. Dus gewoon delen via de Euclidse deling. Kijk gewoon naar de video van de Euclidse deling als je niet weet hoe het werkt. Dus 6x tot de derde x kwadraat plus 6x. Dan krijg je 6x tot de derde plus 6x kwadraat min 12x. Ja, ik ga je aan de tekens aan te passen, dus min, min, plus. Dan krijg je hier min 11x kwadraat en min 9x plus 9x plus 12. Min 11x kwadraat wordt min 11. Dan krijg je min 11x kwadraat min 11x plus 22. Wat er hier gebeurt is minder belangrijk. Belangrijk is, die waarde die je vindt, 60 min 11 is schuin asymptoot. De schuin asymptoot, y is 6x min 11. Ja, dus we hebben een perforatie gevonden en een schuin asymptoot. Dus deze video gaat over perforatie en schuin asymptoot. Nu, tekenverloop. We gaan tekenen alle punten zetten die we hebben gevonden. De nulpunten vragen over de perforatie. Eerst min 2 is een schuin asymptoot, een verre asymptoot. Ja, dan het punt min 2 derde is een nulpunt. Ja, ook het punt 1 tweede is een nulpunt. Dus 1 tweede is ook een nulpunt. Dus 1 tweede is een nulpunt. En het punt 1 in een perforatie is dus de waarde 5 derde. Ja, dit is dus een perforatie. Is dus geen functiewaarde, is een perforatie. Perforatie. Nu, wat weet je nu ook? Op min oneindig en plus oneindig ga je naar de schuin asymptoot. Ja, eventjes wachten. Ja, je hebt 4 punten. De twee nulpunten werken tot een schuin en een perforatie. Hier ga je naar 6x min 11 aan deze kant. Over plus en ga je naar de schuin asymptoot 6x min 11. Ja. Wat zijn het tekenverloop? Ja. Je zult hebben, als je het uitrekent, gaan we hier niet doen, maar min, plus, min, plus, plus. Dat kun je doen door gewoon tekenverloop op te stellen, gaan we hier niet doen. Hier is belangrijk, we kijken naar de perforatie en schuin asymptoot. Dus we gaan nu proberen, uit het tekenverloop de grafiek te tekenen. Hier heb je een grafiek gekeken met x en y. Ja. Bij min 2 had je verre asymptoot, dit is hier de verticale asymptoot. X gelijk aan min 2. Ja. Nu, we hebben ook een schuin asymptoot. Dat betekent 6x min 11. Ja. 6x min 11 is de rechte. Die gaat door y min 11 en 0. Y 6. Dan teken je deze rechte. Dit is de rechte die de schuin asymptoot vroeger had. De schuin asymptoot y is 6x min 11. Nu, hier aan de linkerkant van de asymptoot is alles negatief. De betekening blijft hier aan de andere kant. En uw
functie gaat zo lopen. Een beetje moeilijk te zien, maar daar zie je de andere kant van de functie. Ja. Bij de asymptoot ga je switchen naar plus oneindig. Ja. Naar plus oneindig. Je hebt nog een tweede nulpunt, dat staat nog niet op mijn tekening, dan waar ik nulpunten zit. Je hebt nog min 2 derden. Dus hier staat nog een nulpunt min 2 derden. Even kijken, ja, min 2 derden missen we. Dus min 2 derden staat er wel bij, want hier, op, hier min 2 derden. Hier ongeveer min 2 derden. Dan ga je dus door min 2 derden. Je gaat eentje negatief, je gaat door 1, 2, min een half. En dan bij punt 1, 5 derden, heb je een perforatie. Hier stijg je naar 1, 5 derden. Daar heb je een open punt, een perforatie. Dat is een perforatie, dus geen functiewaarde. En dan stijg je naar plus oneindig via de schouder tot het via. Eentje goed tekenen, dus eentje beter, mooi tekenen, naar oneindig. Dat is schuin asymptoot, zet zich min 11 naar boven. Dat is hier negatief, ja, dan switch je naar plus oneindig, heb je de min oneindig door perforatie 1 5 derde. Perforatie 1 5 derde, dat is een perforatie, dus geen functiewaarde. Je gaat dan naar plus oneindig via 6x min 11. Schuin asymptoot heeft de waarde 6x min 11. Dus wat dat is gegeven, 6x min 11. Dat is dus looplaatjesfunctie met perforatie en schuin asymptoot. Dank u wel.